Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Hey. Goeiedag. Hoi. Koos. Nino. Als ik zing, dan denk ik wel, als ik naar de Westertoren zou rijden, hier vandaan. Ja. En ik rijd er langs, dan huilt mijn hart al. Als ik een tekst schrijf, emotionele ervaringen of donkere momenten uit mijn verleden, dan zit ik ook echt weer, je herleeft het tijdens het schrijven, dus je maakt het weer mee. Die waren ineens zo vanuit het niets, een soort van magneten, trok ze naar elkaar toe. Heel erg inspirerend, man. Echt waar. Ja, jongen. Ja. Ik heb volgens mij nog nooit zo lang mijn bek gehaald in een programma, jongen. Zullen we een rondje gaan fietsen? Ja, heb je een fiets bij je? Ik ben een Marokkaan, ik heb binnen 5 minuten een fiets. Spring maar achterop bij mij. Achterop de fiets. Kijk voor mijn benen, hè. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat mag ik helemaal niet. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. Wat is een man zonder goede vrouw? Wat is een Koos zonder jook? Ik zie toch wat ze doet met jou? Ik ga Koos gewoon vertellen wat met me heeft gedaan, de ontmoeting. Zijn vrouw heeft me geïnspireerd en geraakt. Ik heb heel veel bewondering voor haar, voor hoe ze dat doet. Ik werd niet wakker in mijn auto in een ziekenbed. Vroeg mevrouw, wat is ze? Je kijkt me aan alsof ik zielig ben. Ik wil Koos echt laten voelen en laten zien dat ik heb geluisterd naar zijn verhaal. Ik vertel alle erge momenten, maar ook het moment dat hij niet opgeeft.